De derde editie van Passer Malam Fusion vond weer plaats in Hotel Den Helder. Tijdens het evenement werden diverse culturen samengebracht op een markt met een programma vol muziek, dans, workshops en meer. Organisator Richard Portier vertelt hoe dit evenement is ontstaan. Het is de derde editie die we nu hier houden, zeg maar. Het is eigenlijk ontstaan uit de vorige Passer Malams die wij Den Helder kennen. Den Helder is eigenlijk een van de oudste Passer Malams die wij kennen in Nederland. En omdat het is gestopt een aantal jaar terug, toen dachten wij van dat is zonde om een traditie verloren te laten gaan. Waardoor we eigenlijk weer dit hebben opgepakt, maar wel in een nieuw jasje. Waarom het ook Passer Malam Fusion heet. Wij willen eigenlijk een verbinding maken, zeg maar, tussen de Indonesische en Molukse cultuur, maar ook de andere culturen die we in Nederland allemaal kennen. We zijn natuurlijk een multicultureel land. En we willen dit evenement niet alleen maar dus richten op die Indische Molukse cultuur. En daarom maken we het breder. En daarom wisselen we ook met bands en af qua diversiteit. Hè. Surinaamse band, we hebben reggae band. Maar ook gewoon de Indo-rock. En ook andere type artiesten die we dan proberen te combineren. Om er toch voor iedereen een mooi evenement van te maken. We hebben een fantastisch mooi programma, zeg maar, qua artiesten. We zijn al begonnen om 12 uur. We hebben een hele mooie dansgroep gehad al, zeg maar, uit Purmerend en omstreken. Chanelle de Lanois is net aan het optreden geweest en we hebben straks een hele bekende Nederlandse artiest, tenminste dat is Justine Pelmlei. Zij heeft vroeger meegedaan met het Eurovisie Songfestival voor Nederland. En vanavond hebben we zelfs Ben Saunders op de bühne staan en die wordt dan weer live begeleid door Bart en de Funk Train. En dat is weer een hele bekende band vanuit de jaren ja, 70, 80, 90 zeg maar, vanuit Den Helder. Dus dat maakt ook weer een hele unieke combinatie. Ja, morgen hebben we eigenlijk weer een heel uitgebreid programma qua artiesten. Dus Jaridem die is morgen in de house. En we krijgen ook de twee jongens van Masada. Die is wel bekend in de Indonesische Molukse gemeenschap. Die worden begeleid door hun eigen band. De Wipeout Selection, waar ik zelf ook een onderdeel van ben, die speelt morgen hier live. Ja, en zo en Justine Pelmlei ook op morgenmiddag nog een extra optreden. Kijk, iedereen is eigenlijk welkom. En dat is denk ik ook het gevoel wat je hier voelt. Weet je, als mensen hier binnenlopen, hier lopen, weet je, het gevoel van een saamhorigheid, het samenkomen. Er is natuurlijk aan alles is gedacht, van jong tot oud. We hebben speciaal voor kinderen, die kunnen laten sminken. We hebben een man met ballonnen en die kunnen kinderen worden leuk. We kunnen kleurplaten maken. We hebben fantastisch mooie eetkramen. Er is ook sushi zelfs hier aanwezig. En van saté tot nasi rames, sotto, het maakt allemaal niet uit. Leuke sambal stands, eigenlijk wat er op het gebied van sambal te verkrijgen is, als dat we alleen de sambal batjak of de rujak kennen. Hier staan 100 soorten sambal om te proeven en te proberen. Dus het is denk ik qua diversiteit echt de moeite waard om te komen. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair.